Dag dames en heren, ik zit hier weer in de prachtige Hanzezaal van onze mooie Sassenpoort. Het gaat beter met de economie in Nederland. Ik hoop dat u dit thuis ook merkt. Wij merken het als gemeente in ieder geval wel. Er is weer geld te besteden. En daar hebben we de afgelopen weken met elkaar over gesproken in het college van burgemeester en wethouders. En de komende tijd gaat de gemeenteraad daar ook over praten. Het gaat weer beter omdat er worden meer huizen verkocht, we hebben meer grondopbrengsten. En we krijgen iets meer geld van het Rijk. En we hebben de afgelopen jaren bezuinigd, zonder dat u dat erg merkte, zodat ons huishoudboekje al op orde was. En waar gaan we dat geld dan aan uitgeven? Het gaat wel om zo'n 50 miljoen euro de komende jaren. En het gaat om de stad van nu en het gaat om de stad van morgen. En als het om de stad van morgen gaat, dan denk ik in Zwolle altijd eerst aan die prachtige binnenstad. Die is mooi, die wordt steeds drukker, maar die moet natuurlijk ook wel mooi blijven. Dus we gaan geld investeren in het Broerenkwartier. Dat is het deel van de stad, van de binnenstad, bij Waanders. En waar in het oude V&D-pand Hudson's Bay gaat komen. Maar we gaan ook investeren in de Grote Kerk. Er zit geen kerkelijke functie meer in, maar is natuurlijk wel het middelpunt van onze mooie Zwolle. En we blijven doorgaan met de omgeving van het station beter te maken. En dan gaat het om de busverkeer wat afgewikkeld moet worden. Het station zelf mooier maken. Maar ook aan de andere kant van Hanseland zullen nog nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Kleinere dingen gebeuren natuurlijk ook. Er moeten ook evenementen in de binnenstad plaatsvinden. Dus wat we vorig jaar hadden, winter in Zwolle, is ook het komend jaar weer mogelijk. Zo zijn er tal van voorzieningen op dat gebied. Maar we kijken ook hoe het met u persoonlijk gaat. Met u gaat het misschien goed, maar in de stad zijn ook mensen die wat hulp nodig hebben. Soms als ze jong zijn, dus we gaan extra geld aan jeugdhulp geven. En mensen die in schulden zijn gekomen buiten hun schuld, gaan we natuurlijk helpen. Dus we gaan ook wat meer doen om in de schulddienstverlening te zorgen dat mensen gewoon weer redzamer worden. Maar er zijn ook dingen waar veel meer mensen van kunnen profiteren. Ons prachtige openluchtbad moet wel prachtig blijven. Dus we gaan meer besteden aan het onderhoud van het openluchtbad. Aan gehandicapten sport gebeurt meer. Schoolzwemmen. Zorg in ieder geval dat mensen die niet kunnen zwemmen, kinderen die die gelegenheid niet hebben, een vangnet hebben waardoor zij ook kunnen zwemmen en veilig door het leven kunnen. Tal van investeringen waar u dagelijks misschien wat van gaat merken. Maar een gemeentebestuur moet ook letten op de toekomst. En er gebeuren dingen buiten ons om waar we wel op voorbereid moeten zijn. Het klimaat verandert. U merkt het soms wel aan die hevige regenbuien, clusterbuien worden ze genoemd. De temperatuur wordt gemiddeld wat hoger. Hittestress. En we zitten toch al in een omgeving waar veel rivieren zijn. Dus aanpassen aan het klimaat is nodig in deze stad. En onze fossiele brandstoffen, dat zijn steenkolen, gas, raken op. Dus we moeten meer doen aan andere energievormen om in de toekomst ook als Zwolle mee te kunnen. En dat betekent zonnepanelen, misschien windmolens. Dat soort zaken zijn we de komende jaren ook mee bezig. En we moeten zorgen dat we in onze economie niet steeds meer afval maken. Dat we de grondstoffen herbenutten. Een circulaire economie. Het zijn allemaal thema's die misschien een beetje abstract zijn, maar die de komende jaren van belang zijn. En het is zaak dat wij ons als gemeente daar nu op voorbereiden om het Zwolle van nu en het Zwolle van morgen mooi te laten zijn. U denkt, de burgemeester is wel met hele abstracte dingen bezig. Gelukkig heb ik ook nog bijna dagelijks contacten met burgers. En de afgelopen weken waren er weer een aantal momenten die je bij zullen blijven. Zo waren er onze veteranen, we hebben ze herdacht op 4 en 5 mei, maar vlak daarvoor heb ik aan onze veteranen die in Libanon hebben gevochten. Dat was een van de eerste vredesmissies van de Verenigde Naties en toen werd daar nog niet zo respectvol mee omgegaan. Heb ik nog draaginsignes mogen uitreiken. Om ook namens u onze waardering voor wat ze daar hebben gedaan uit te spreken. En de jaarlijkse herdenking rond 4 en 5 mei was dit jaar wel heel bijzonder. Omdat we aandacht hebben besteed aan Selma Wijnberg. Die een heel zwaar oorlogsverleden heeft gehad. En bij terugkomst in Zwolle toch niet helemaal correct behandeld is. Er is een tentoonstelling geopend in de synagoge. En ik heb met de familieleden van haar, waaronder haar dochter en kleindochters, indringende gesprekken gehad. Om ook met elkaar door te nemen hoe we beleefd hebben wat er toen gebeurd is. Ik denk dat er heel veel wederzijds begrip is ontstaan. En het was heel mooi om op Bevrijdingsdag hand in hand met elkaar voor het hoofdpodium te dansen. Een beeld wat ik nooit meer kwijt zal raken. Zoals ik ook altijd zal blijven denken aan de jonge Sana. 11 jaar oud, uit Syrië. Nog geen 1,5 jaar hier, zit op basisschool De Octopus. En die won de gedichtenwedstrijd rond 4 mei voor de jongeren. Met een zeer aangrijpend gedicht, waarin ze het zowel over haar oude vaderland heeft als over Nederland. En waar ze zich het beste thuis voelt en waar ze herinneringen aan heeft. En het is heel mooi dat iemand van 11 jaar dat al zo mooi kan verwoorden. En dat ook deed bij het Broerenkwartier tussen duizenden andere mensen. Dat zijn dingen die je meeneemt en die je bij de jaarwisseling straks nog zal denken. Dat waren voor mij de hoogtepunten in 2017. En zo gaan we de zomer in. Er zullen weer allerlei andere dingen gebeuren. En ik verheug me een volgende keer weer tot u te mogen spreken hier vanuit de Sassenpoort. Tot dan.